Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video van Lang Leven de Liefde. Het voelt weer goed om terug te zijn en uiteraard weer met een bakje koffie. De echte bakje koffie die ik normaal altijd bij deze aflevering drink. Volg me trouwens even op Instagram, Pepijn op YouTube, want dan blijf je op de hoogte van alle nieuws en updates. ik blijf het doen. Maar echt, heel veel mensen zijn niet geabonneerd naar deze video kijken. En abonneer zeker weten, want weet je, als je deze video kijkt, ik upload meer van deze video's. Jij blijft op de hoogte en het helpt mij heel erg, dus ik zou het heel erg fijn vinden. Oh ja, trouwens Charlotte van de vorige video waar ik op heb gereageerd, heb je nog niet gezien, kijk er zeker even. Die heeft een reactie achtergelaten onder de video, dat vond ik echt super tof. Zie jij jezelf nou ook terug? Laat het zeker achter en ik ben echt ontzettend benieuwd hoe het met jullie gaat. Wij gaan vandaag niet kijken naar een jong bruisend koppel, maar naar Trix vindt seks wel lekker. Lang leven de liefde. Goed, ik ben heel benieuwd wat deze aflevering mij brengt. Hey! Hallo! Ik was al aan het wachten! Sure. Holy shit, ze ligt op de grond! Ze ligt op de grond! Toen ze hier zei binnen, had ik niet verwacht dat zij op de grond lag. Tada! Hey! Hallo! Ik was al aan het wachten! Sure, jongen! Dat is een vak op zichzelf. Ja, hè? Zeg dat! Dag vrouwtje. Hallo. Hallo. Goedemiddag. Dag hem, hè. Zo, alles goed met jou? Ja. Sjoe, jongen. Alles goed met mij. Leuk je te ontmoeten. Oké. Okay. Je ziet er geweldig uit, moet ik zeggen. Dankjewel. Zullen we gaan zitten, buiten? Ja hoor, zal ik even jassen? Oh. Yes. Zo. Nou, ik ga even gezellig zitten. Nou, ik heet Leo. Oh ja, en ik heet Trix. Trix. Aangenaam. Laten we dit begin van onze nieuwe toekomst gezellig en fijn maken. Zo is het. We gaan ervoor. Ja. Ah, wat lief. Hij gaat er gelijk voor. Hij denkt, dit is het. Jij bent mijn nieuwe vrouw. Ja, doen we. Helemaal goed. Want ons leven begint opnieuw vandaag. Ja, hè? Ja. Vind ik ook. Ja. Wat leuk. Oké. Maar ik begrijp het niet. Hè? Als je nou een vrouw hebt die lief voor je is. Mm-hmm. En jij voor haar. En je alles samen doet. Ja. Waarom moet je dan naar een ander toe? Ja, maar weet je, mannen zijn heel snel te verleiden. Maar hoe sta jij tegenover seks? Nou, het is lekker. Ik heb zo'n Satisfyer gekocht. Een Satisfyer? Een Satisfyer, en dat is een vibrator. Oh ja. Een Satisfyer. Goeie naam. Ik denk dat Easy Toys, Noteer dit. Dit is een geweldige nieuwe naam voor de wat oudere mensen. Een Satisfyer. Maar ik moet zeggen, hij gaat wel straight to the point. Maar hoe sta jij tegenover seks? Ja, hij gaat ervoor. Nou, het is lekker. Ik heb zo'n Satisfyer gekocht. Een Satisfyer? Een Satisfyer, en dat is een vibrator. Oh ja. En die werkt perfect. Ja. Maar ik heb hem niet meegebracht. Die gebruik ik wel als ik thuis ben. Nou, ik kan je toch ook helpen? Ja, dat zou kunnen. Maar dat ding is, die kan wel een half uur doorgaan. Kijk, dat kunnen mannen niet, hè? Hij zit er zo verloren bij. Oh, arme man. Hij denkt, ja, shit. Ja, ja, nee. 2 minuten, take it or leave it. Trix? Trix? Waar ben je nou? Veel te weinig zuurstenen. Oh. Trix? Shit. Het is lekker hier buiten. Ik denk, waar ben jij nou? Ja. Ga jij nou ook een keer? Ja, ga ik ook proberen. Nou, dat is één. Nou, ik sta versteld van mezelf. Nou, proberen hier te raken. Oh, die kant. Ja, dat gaat niet. Die doet me denken aan het filmpje dat zijn oma aan het sjoelen is. En dat er zo'n leverworstplakje tussen zit. Zet hem op! Dit is maar weinig, hè? Allemaal ene. Deze kant. Ja.
Nou, dat is niet veel. Dat ligt aan dat ding. Ik weet nu dat er een engel bewaarde bestaat. Staat hij nou aan? Ja, hè? Zien, ja, ja. Als ze zachtjes. Ja, het moet al warm. Ik weet nu ook dat ze een engel bewaarde op moet je leg. Moet ik een jus maken? Gehakt? Ik kan het weten, ik heb mezelf feest op. Lieve schat, moeten we nog gehakt maken? Tuurlijk. Oké. Okay, en dan moet zout en peper in, toch? Dit is echt een hippe oma. Holy shit. Ik zweer, in dit lichaam zit gewoon een 20-jarige verborgen. En die staat gewoon op aan nu. Voor het eerst dat ik weer aan het koken ben, dat doe ik eigenlijk nooit meer thuis. Nou, ga je goed op. Ja. Naast elkaar daar, op de punt. Ja. Ja? Ja, is goed. Dank je. Zout. Volgende keer moet er, denk ik, een beschuitje in doen. Weet je, dan wordt het wat voller, denk ik, vaster. Smaakt goed. Maar de aardappels zijn al koud. Ja, de bloemkool is nog lekker warm. Jammer dat die aardappels dus koud zijn. Ja, dat koud is, dat is niet zo prettig, maar... En nog wel wat op me zitten. Gaat hij ze gewoon weer opnieuw bakken? Oh. Ja, ik ben een moeilijke man. Weet ik. Chef Kok. Een meter zonder koud. Zet eens een foxtrot op. De foxtrot? Ja, kan je die? Hey. Verwacht hoor. Je had toch een dansles gehad? Ja. Nou, kom op, de foxtrot. Ben je helemaal kwijt, joh? Ja, ik heb het in de gaten. Ja, nee, die muziek is ook niet. Daar kan je niet op dansen. Ja, natuurlijk wel. Ik hou niet van traaf dansen. Hè? Ik hou van actie. Jij kan niet. Zeg het eens. Jij kan niet onderdanig zijn. Nee. Dus. Dat zal nooit een succes worden. Nee, ja. Denk ik ook niet. Je moet als het ware zo tegen me aanstaan. Ja. Zo. Ja. En dan moet ik met mijn heupen. Moet ik... Oh, god, god, god. Jij valt en zo moet jij, en zo moet jij naar mij luisteren. Ik moet jou die nou. Kant opdrukken. En dat accepteer je niet. Nee. Een man. Nee, zij gaat gewoon door. Zij gaat gewoon doordansen. Ah, heb dan een beetje respect dat deze man het gewoon wil uitleggen. Deze mevrouw denkt, ja, fuck it. Ik moet gaan verder dansen. Moet leiden in de dans. En de vrouw? Die moet meegaan. Denk het niet. Hoe voel jij nou bij mij? Nou, ik denk dat jij te traag voor mij bent. Te zakelijk? Te traag. Te? Dat bedoel ik ook. Wat ben ik? Te langzaam. Nou, ik kan het lopen hoor. Jij bent in alles langzaam. Dus dat klikt niet tussen ons? Nee. Nee, dat klikt niet. Ja, nou, dat is helemaal natuurlijk. Ja. We hebben dan vannacht... gaan we slapen. En misschien nog wel een poosje praten in dat bed. Ja, wie weet. Want van Vrije komt toch ook niks? Nee, dat denk ik ook niet. Nee, tenminste. Dan zou je moeten vrijen uit begeerte. En dat heb jij niet en dat heb ik niet. Nee. Nee. Nee, dat heb ik echt niet. Dan is vrijen geen vrijen. Nee. Dan is het gewoon... Huppakee, erop en eraf. Niet dan? Ik denk het. Ik heb geen... Zou jij dat willen dan? Nee. Ja, daarom. Angst bij ons de haan weer kraait, heeft hij weer een kiep genaaid. Oh, wat ging die hand te keer, en zo werden het er meer. En een herrie in de hok, geen kiep ging nog op stok. Toen zei ons vrouw, wat denkt ervan?
die aangaat in de... Ik kan niks anders zeggen dan gewoon respect naar hoeveel energie zij heeft. Geweldig dit. Pan. Lieve, waar staan de pannen? Rick. Hij is gewoon wat ouder. Dat matcht inderdaad niet, dat zie je wel. Maar het is wel zielig. Hij kan er niks aan doen. Met elkaar, onze naam die loopt gevaar. Vlug, daarna ging het gerucht dat mijn aantje was gevlucht. Ja. Als bij ons den haaien draait, heeft hij weer een kiep gedaan. Toen zei ons vrouw, wat denkt er dan? Die haan gaat in ach. De pan. Hoe weet jij die muziek? Hoe weet jij dat? Of doe je dat zo makkelijk jezelf? Hey, to the place. Maar ik vind wel een beetje, en daar ga ik me oprecht aan irriteren nu gewoon. Het feit dat hij vaak gewoon een normaal gesprek met haar aan wil gaan. En dat ze gewoon het afkapt en doorgaat met waarmee ze bezig is. Kom op zeg. Zo van, deze dingen kan je ook in je vrije tijd gewoon heel veel doen. Het feit dat je nu met zo iemand bent, geef ook wat tijd aan hem. West Virginia, mountain mama, take me home. Country road, take me home to the place. Hij pakt zijn spullen op als ik. I belong, West Virginia, mountain mama, take me home. Dames en heren, het is volgens mij wel heel erg duidelijk. Oh nee, dames en heren mag je niet meer zeggen. In ieder geval, mensen, het is wel duidelijk dat hun niet zullen verlengen. Ik heb even gekeken en er is nog niks terug te vinden over de vorige twee video's. Alhoewel ik wel contact heb gezocht met Charlotte. Tenminste, ik heb even gevraagd in de reacties of er een vervolg soort van is. Maar de lapdance video, daar moet ik nog even achteraan gaan. Vond je deze video een leuk beloond? Zeker met een blauw duimpje omhoog. Het zou ik ontzettend echt waarderen. Ik heb genoten van mijn kopje koffie. Ik hoop jij ook van de video. Abonneer zeker voor meer en dan zie ik jullie terug bij de volgende video. Doei doei! Thank you.